FC Volendam wint met 3-2 van Almere City FC. Jack, ben jij de stadionspeaker van de koploper? Ja, dat ben ik zeker. Koploper. Ja, zeker de trotse koploper. En laten we hopen dat we, als we zo doorgaan, dat we gaan promoveren misschien. Ben je weer? Dan kan de botter uit het vet, Edward. Over Volendam, over Ajax, maar natuurlijk ook over het Nederlands elftal. Gaat het in aflevering 10 van De Aftrap. Kees Kwakman voetbalde voor FC Volendam, RBC, Groningen en NAC. En ook nog in het buitenland, in Duitsland, bij Augsburg en in Zuid-Afrika. Kees, welkom bij De Aftrap. Hallo. Je bent nu analist van ESPN. Hoeveel uur voetbal kijk jij in de week? Veel. Ja. Ik wil een getal. Een getal. Nou, ik kijk ook wel veel dingen terug, waarbij ik dan weer dingen opneem. En dat is wel het voordeel tegenwoordig, dat je dingen kan opnemen en dat je ze dan een beetje kan doorspoelen. Of als ik over, ik moet komend weekend bijvoorbeeld naar Almere tegen de Graafschap. Nou, dan gaan we het even over de keeper van Almere hebben, die tegen Volendam onder andere blunderde, bijvoorbeeld. Wout. Ja. Nou ja, en dan zoek je even wat momentjes van die keeper op. Heb ik een programmaatje voor en dan pik je daar wat beeldjes uit. Dus het is niet dat ik altijd de hele wedstrijd dan. Maar ik wil toch een getal horen als je het bij benadering. Noem eens wat, 2, 4 uur of 20? Toch wel 20 uur. Is dat veel? Nou, vind ik wel redelijk veel, ja. Maar goed, Champions League, je doet het goed, hè, natuurlijk. Dus je moet je goed voorbereiden. Ja, goed voorbereiden. Moet je veel zien. Zo is dat. Ja. Fijn dat je er bent. Frits Barend, onze tweede gast, die presenteerde jarenlang in de jaren 90... presenteerde hij het programma Barend en Van Dorp op de late avond. Hij heeft nu het blad Helden heeft hij opgericht samen met zijn dochter Barbara vanaf 2009. Frits, wie zijn buiten Edward en mij om jouw helden? Een Kees Kwakman. En Nettie? Dat is wel heel toevallig. Ja. Wanneer komt dat nummer uit? Nee, ik zeg altijd, mijn helden zijn, even dan serieus, dat zijn Jelle en Jeltje de Vries, die in 1943 mijn ouders onderduik verschaft hebben in de oorlog. Ik had er niet mogen zijn. Hmm. En dankzij die mensen ben ik er. En dat vind ik echt de helden. Ja. En die hebben ervoor gezorgd. Ik heet ook Frits Jelle. Ja. En dat zijn mijn echte helden. En wij zijn ook blij dat je er bent. Oké. Okay. Welkom. Dankjewel. En we zijn zoals elke week hartstikke blij dat Nettie weer achter de bar staat en ons van de drankjes voorziet. Nettie, welkom. Ja, ik zal niet aan je helden vragen, maar Nederland uit tegen Letland. Ga je daarvoor zitten en wat verwacht je ervan? Nou, ervoor zitten, dat zeg ik niet. Maar je zou zeggen dat het toch moet lukken. Oké, okay, staat genoteerd. Ja, bijna unaniem. Heel Nederland zei het al. Ajax is door niets en niemand te verslaan. In de Eredivisie niet en ook in de Champions League 2 makkelijke zegens. Maar afgelopen weekend ging het dan toch mis voor de Amsterdammers. Een 0-1 nederlaag in de Arena tegen FC Utrecht. Ja, de eerste verliespartij sinds 5 december vorig jaar. Dat zorgde na afloop voor sippe gezichten. Het was niet goed genoeg. Ik denk, wij missen om kansen en wanneer jij maakt 1-0, dan is een andere wedstrijd. Deze niet gebeurd en dan is meer een moeilijke wedstrijd. Ja, diepe teleurstelling en frustratie en irritatie. En dat vind ik prima. En ik hoop dat ze de les eruit leren. En die heb ik verteld aan het begin. Ja, je zult iedere wedstrijd aan moeten staan. Vanaf de eerste minuut. Het was wel opvallend dat de spelers wel de hand in eigen boezem staken, toch? Zeker, maar dat was ook denk ik terecht. Want iedereen heeft kunnen zien wat Ajax heeft, heeft laten zien aan ons. En het is ook wel weer zo dat de lat natuurlijk enorm hoog wordt gelegd inmiddels bij Ajax. Want ze zijn zo goed geweest de afgelopen weken. En ik vind ook dat de spelers dat moeten doen. En Ajax was ook gewoon wat minder. En die troffen een tegenstander die precies deden wat ze moesten doen om een resultaat te halen. En Ajax was wat minder. Utrecht deed het zeker in verdedigend opzicht hartstikke goed. Hadden hier en daar een beetje mazzel. Dat Ajax Kees, het had bij rust 3-0 moeten zijn voor Ajax. Die kans die Allaire kreeg meteen. En na 4 minuten Anthony, geloof ik, kreeg een kans. Of was het Neres, maar Neres. Dat schot werd geblokt. En na rust die 3-dubbele kans. En dat kan gebeuren een keer. Dat is 1 kans. Dus Ajax heeft eigenlijk 3 kansen gehad in 1. En na rust hebben ze ook nog een paar kansen gehad. Het blijkt dat ze machines zijn. En een mindere keeper. Pas 4. Ja. Vond je dat een fout, ja?
Ja, die bal moet een keeper van Ajax hebben, ja. Ja, dat vind ik ook. Ja. Het gaat om zijn positie. Ik vind pas weer, was vorig jaar bij Vitesse met afstandsschoten ook al niet goed. Maar dan heeft dus Ajax wel een probleem met de keeper. Want Stekelenburg ligt er de rest van het seizoen uit. Ja. Onana komt nu terug. Is dat dan de beoogde eerste keeper? Of moet Jay Gorter dan naar voren worden geschoven? Nou, wat zullen ze gaan doen met Onana, is de vraag. Ik vind, waarom zou je Jay Gorter niet? Die heeft het bij Go Ahead vorig jaar fantastisch gedaan door Kees van Wonderen. Schijnt het, af en toe kijk ik naar Jong Ajax, omdat een zoon van een speler uit mijn elftal speelt. Dus we kijken met z'n allen. Die Gorter staat in het tweede van Ajax. Geweldigste keep. Wat is het verschil tussen Ajax 1 en Ajax 2? Maar waarom geven ze dan de voorkeur aan Pasveer? Ja, dat weet ik ook niet. Dat moet je mij niet vragen. Ik zou Gorter opstellen. Zou jij Gorter erop zetten? Gorter is ook geblesseerd geweest. Hè, ja, komt net weer terug. Dus die komt net weer terug. Ja. En daardoor zal Pasveer is waarschijnlijk gehaald als tweede keeper. Ze hadden natuurlijk niet gedacht. Stekelenburg heeft een goed jaar gehad. Wel een wat minder EK, maar is wel fit geweest. Ze hebben natuurlijk gedacht, Stekelenburg hebben we pas weer een geroutineerde reservekeeper. En Gorter kan langzaam gebracht worden. En dan moet die volgend jaar, had hij dan waarschijnlijk. Kees, maar ja, nu heb je een keeper probleem. Langzaam brengen, wat is dat? Ik bedoel, moet je dan 5 minuten laten meedoen, 10 minuten? Een veldspeler kan het. Een keeper moet er staan. Ja. Bijlo heeft bewezen bij Feyenoord, vanaf moment 1 stond hij er. Toen hij Kenneth Vermeer verving. Ja, maar je hebt wel bij het verschil tussen trainingsniveau tussen Go Ahead en Ajax. Nee, is natuurlijk enorm. Ja, en dus daarom denk ik, en dat zag je maar bij Scherpen. Ja. Als je die vergelijkt met hoe die wegging en hoe die binnenkwam. Ja. Dus je kan wel degelijk ook als keeper stappen maken terwijl je in jong Ajax je wedstrijden speelt. Ja. En misschien een bekerwedstrijd af en toe bij Ajax. Dat zijn er ook al 4, 5. Ja. En ondertussen op de training jezelf ontwikkelen. Maar ik heb die Gorter denk ik dat hij wel wat sterker moet worden, Gorter. Dat het een uitstekende keeper is, ben ik helemaal met je eens. Go Ahead, vorig jaar heb ik hem echt fantastische wedstrijden zien. Maar Onana, want die schijnt dan weer rond te zijn al sinds de zomer met internationale. Zou jij daar nog voor gaan, voor Onana? Ik zou het niet doen. Maar ja, goed. We hebben pas weer ook in de Champions League gezien. Tegen Sporting zat hij natuurlijk mis. Die afgekeurde goal tegen Besiktas vond hij eigenlijk ook niet goed. Nee. Dus de vraag is wel, wat gaat er gebeuren als je straks tegen Dortmund met een mindere Ajax keeper in de goal staat? Is Ajax top behalve de keeper dan? Als je naar het elftal kijkt, want we waren unaniem in de lovende kritieken. Ik vind dat wel. Ja, top met top Nederland of top. Niet top Champions League, maar wel gewoon Champions League tweede ronde waardig. Laat ik het zo zeggen. Maar sportief gezien, Kees, moet je toch gewoon nader weer terughalen? Eigenlijk wel, maar ja, ik ben bang dat daar wel wat andere dingetjes nog meespelen. En dat er toch van hoger rand waarschijnlijk besloten gaat worden. Nou, we laten niet met ons sollen. En dat snap ik ook eigenlijk. Maar ik wel. Denk dat als Ten Hag is de baas, als Ten Hag zegt ik stel hem op, dan gaat Overmars niet zeggen ik stel hem niet op. Ja, Ten Hag denkt natuurlijk alleen aan het sportief. Nou ja, dat snap ik ook wel. Dat moet hij ook. Ja. Ja. Maar je hebt ook wel met andere spelers te maken, met de groep. Ja, iedereen neemt het Onana verschrikkelijk kwalijk. Maar een voetballer uit Afrika voetbalt niet alleen voor zichzelf. Die voetbalt vaak voor een heel dorp. Voor een hele familie. Maar wat wou je daarmee zeggen? Nou, dat deze jongen inderdaad denkt, ik wil nu een grote klapper maken financieel. Het is niet allemaal even netjes, maar het komt uit een heel ander milieu, een heel andere cultuur, wat wij gewend zijn. En wij stellen onze normen vast voor Onana. En daar gelden misschien. Die jongen moet, wij spreken, een heel dorp van een toekomst voorzien. Ja en dan kan ik me voorstellen dat je denkt, als Inter inderdaad veel meer betaalt, dat hij daarvoor kiest dan. Ja. Ze verliezen nu van Utrecht. Het is nu Interland weekend, dus een weekendje vrij. Dan Heerenveen uit, naar Joey Veerman en Henk Veerman. Heeft dat dan nog invloed, denken jullie? Er zijn natuurlijk een paar Zuid-Amerikaanse internationals die later terugkomen. Misschien helemaal niet gaan spelen tegen Heerenveen. Wat denk jij, Kees? Dat zal wel de vraag worden natuurlijk. Hoeveel gaan ze er daarvan missen? Want misschien wel 3. Ja, die zijn wel heel belangrijk, vind ik, hoor. Die Anthony uiteraard, dat zag je nu al, dat hij niet meedeed. Maar ook die twee Zuid-Amerikanen. Martinez, Alvarez. Ook qua mentaliteit. Maar die zijn ontzettend belangrijk. Ja, qua mentaliteit zijn die jongens echt onmisbaar. Maar moet Ajax dan nu weer in paniek raken? Na één keer natuurlijk niet. Ik Heerenveen, die heb ik zaterdag weer even gezien. Nou, daar hoeven ze niet voor in paniek te raken. Nee. Want dan zet je blind centraal. En dan, maar voor een nederlaag tegen Utrecht raak je toch niet in paniek. Nee, maar Ajax wordt fluitend kampioen? Ik vrees van wel, ja. Ja? Voor PSV, dus jij ziet PSV. Ik vrees van wel. PSV zie je niet dichterbij komen dit seizoen? Ik vind PSV niet stabiel, nee. Dat is gewoon omdat Ajax een bredere, goede, betere selectie heeft. Ajax heeft gewoon meer kwaliteit. Ja.
Nou, PSV wel kwaliteit. Ja, wel, maar Ajax heeft wel meer kwaliteit. Ja. Zeker in de breedte, ja, denk ik. Maar voor, voor de competitie is het toch een zegen dat het nu weer, hè, een beetje dicht bij elkaar staat. Fantastisch. Dat jammer dat Feyenoord eigenlijk verloor. Ja, ontzettend jammer dat Feyenoord verloor. Ja. Dat zeggen was Amsterdammer. Maar dat was ook niet goed. Leuk. Nee, het is hartstikke leuk als Feyenoord, Ajax en PSV en AZ ook. Dat je een brede toplaag hebt, dat is natuurlijk voor die ploeg ook veel leuker. Maar AZ hoeven we toch niet te verwachten. Nou ja, het is toch jammer dat AZ afgehaakt is. Ja. Vind ik ook jammer. Ja. Maar ik denk ook dat Feyenoord, zoals afgelopen weekend, daar was ook nog wat loos, hoor, in die achterhoede. Nou ja, ja. Was ook niet goed. Blunders. Want ze speelden helemaal niet zo slecht aanvankelijk. Ze kwamen goed terug. En de manier waarop Vitesse speelt. Vitesse wordt dan geroemd. Nou, daar gaat een dooie van gapen. Ja, nou, dat is knap. Ja. Ik vond het best knap van Vitesse na donderdag. Ja. Feyenoord had natuurlijk ook gespeeld, maar ik vond het knap overwinning. Ja, wel, absoluut. Voor een dooie, knap overwinning. Ja. Het is wel een knap overwinning, maar zo wil je ook winnen. Ja, jij wil altijd mooi spraken over het voetbal, Frits. Maar dat kan natuurlijk niet bij elke club. Zo werkt het niet. Ja. Nou, dit weekend dus geen competitievoetbal in de Eredivisie. Een gedeeltelijk programma in de Eerste Divisie. Maar we kunnen natuurlijk niet om FC Volendam heen. Die staan bovenaan na de 3-2 overwinning op Almere City. Maar liepen afgelopen vrijdag wel de periodetitel mis. Je wist dat je natuurlijk afhankelijk was van een aantal resultaten. Nou, dan moet je eerst zelf winnen. En dat hebben we gedaan. En op het andere veld is het niet onze kant opgevallen. Dus ja, maar ik ben gewoon blij met de overwinning. Nou ja, we doen goed mee. We staan bovenaan, maar we kunnen nog zoveel beter. Als dat zo is, dan is Volendam de topfavoriet voor de titel. Als ze nog zoveel beter kunnen. Ja. Ja. Als je nu al bovenaan staat. Ja, ik denk zeker dat ze nog wel zoveel beter kunnen. Omdat sommige spelers, vind ik, nog wel wat onder hun niveau spelen. Dus die Italiaanse middenvelder, daar verwachten we eigenlijk nog wel meer van. Tenminste, weet je, of dit moet zijn niveau zijn, maar dat verwacht ik niet. Je ziet wel dat die jongen wat heeft. Maar je ziet toch dat hij wat moeite nog heeft met het systeem. Met de combinatie met Robert Muren bijvoorbeeld. Hij is ook volgens mij vrij snel vermoeid. Linksbuitenpositie is toch wel een eikelpunt. We hebben natuurlijk, het is doodzonde dat Merkin er niet is. Dat is echt aan die linkerkant. Daarin mis je wat Kasius op rechts doet. Dat zou Merkin eigenlijk op links kunnen doen. Dus in dat opzicht kan Volendam nog wel beter, denk ik. Maar Volendam bovenaan. Ik had toch iets meer euforie bij je verwacht. Nee, maar dat is voor het eerst in 7 jaar, hè? Toen voetbalde je nog bij Volendam. Ja. Dat ze bovenaan stonden. Dat is voor het eerst in 7 jaar? 7 jaar onder Robert Molenaar, hè? Eerste periode titel gewonnen. Zeker, maar toen vonden we, hoeveel eindigden we toe? 6e. Ja, precies. dus we kunnen nu wel polonaise gaan lopen. Maar het is wel zo dat het gewoon, ik denk echt dat dit jaar is echt, ja, het moment om te promoveren. Ten eerste omdat Volendam echt wel wat geïnvesteerd heeft. Hè. Dat moet eigenlijk gebeuren. Maar ten tweede, als je kijkt welk Emmen is de grote concurrent. Ja, en ga maar naar vorig jaar. Er zijn natuurlijk wel een aantal, als je de NAC, de Graafschap, Emmen. Ja, maar die zijn niet meer zo goed als vorig jaar. Nee, maar dat zijn natuurlijk in potentie ploegen waarvan je denkt, die zouden een concurrent kunnen hebben. Dat is dus niet, want ik volg iets minder dan jij. Vorig jaar had je echt wel met NAC, de Graafschap, Almere, Go Ahead Eagles, Cambuur, dat je echt wel 5 ploegen. NAC heeft ook echt een jas uitgedaan. Ja, die hebben echt een jas. Had je misschien wel 5 ploegen die echt wel gelijkwaardig waren, vooral misschien net ietsje beter. En nu zijn Almere en NAC al weg. Graafschap heeft echt een jasje uitgedaan. Ja. Ja, dan hou je er eigenlijk al niet zoveel meer over. Jan Smit hadden wij vorige week hier als gast. En toen vroegen we ook aan hem, wat is er nou eigenlijk in het derde jaar van Team Jonk? Jan zei van het eerste 2 jaar was het opleiden. En nu hebben we routiniers erbij. En nu gaat het eigenlijk wel de goede kant op. Hoe zie jij dat? Nou, ik vind dat een gemiste kans is geweest de eerste 2 jaar. En ze hebben nu uiteindelijk dan, Jan heeft daar volgens mij een heel groot aandeel in gehad. Robert en Mirani en Van Michem hebben ze gehaald. Is dat Jan geweest die Robert Muur gehaald heeft? Ja. Wat leuk. En Van Michem zei het laatst nog in de media. Dat is een goede aankoop, hè, Van Michem? Ja, dat hij werd gek gebeld door Jan Smit of Fransie. Hij werd gestalkt, ja. En dat werkt dus wel, hè? Dat werkt zeker, ja. Ja. En een leuk salaris helpt ook wel. Dat helpt ook. Ja, maar het helpt ook als Jan Smit echt toont dat hij interesse voor je heeft. Ja. Dan ben je toch gestreeld als voetballer. Nee. En dan natuurlijk salaris speelt. Maar dan denk je toch, laat maar gaan. Maar is dat dan de redding voor Volendam, Kees? Want Volendam was natuurlijk in een neergaande spiraal beland. Ja. En dan komt het Team Jonk en Jan Smit. Je kan geen elftal hebben zonder ervaring, zonder hiërarchie, zonder persoonlijkheid. En dat was echt het probleem bij Volendam de afgelopen 2 jaar. Ja, maar waarom gebeurt dat dan niet in het eerste jaar? Omdat ze ervaring. Dus met name voor heel veel jonge spelers gingen. Zowel huur als koop. Ook veel buitenlandse jonge spelers. Was dat dan beleid of was het gedwongen?
dat hebben ze gezegd, dat dat het beleid is. Maar ik zelf heb ook meerdere keren mijn mening daarover gegeven. Dat je, wat ik net zeg, je kan geen elftal hebben zonder... Want ze vergissen een jonge speler, die ze zeggen, nou, die wordt beter. Die creëert waarde. Maar een jonge speler wordt ook beter met een oudere speler naast hem. Ja. Joey Veerman kwam in de basis toen hij 17, 18 was. Maar ik stond naast hem als routinier. Dat en ik kon Joey een beetje wegwijzen en zeggen en wel eens hem op zijn plek geven. En zag je meteen dat Joey... Ja, met de eerste training. Zag je meteen. Wat zie je dan aan dat hem zo bijzonder maakt? Ja, dat je ik stond tegenover hem op de training vaak en ik werd helemaal gek van hem. Oh, wat leuk. Ik dat draaien en kappen en dan wou ik hem schoppen en dat lukte niet. Oh, weg was die. Ja, dus daar hebben ze zich echt in vergist. Ja. Dat je gewoon, je moet... Mirani maakt Brian Plat beter. Snap je? Die nu naast hem staat. Het is niet alleen maar die jonge jongen. Een ervaren jongen. Hiërarchie in een elftal is belangrijk. Je moet 3-4 jongens hebben die en de baas zijn. Doe jij niks bij Volendam? Nee, supporter. Met mijn zoon. Die is gek van Volendam. Maar jij zat toch in die technische klankbord? Dat hebben we gedaan. Zou je dat niet willen? Dat is een beetje dood. Je hebt een leuke voetbalkennis, leuke kijk op voetbal. Kijk, er is natuurlijk gewoon... Maar hoe kan dat dan? De club is wel een beetje in handen natuurlijk gewoon van Team Jonk, om het zo maar te zeggen. En die hebben heel veel naar zich toe getrokken. En dat is de keuze die de club gemaakt heeft. Dus alles gaat zeg maar volgens hun manier. En dat is goed recht, hè? En dat gaat nu hartstikke goed. Maar de vraag die wij vorige week op tafel legden tegenover Jan Smit... Ja, wat als Wim Jonk naar een grotere club vertrekt? Ja. Wat gebeurt er dan? Ja, wat denk jij? Dat is natuurlijk best wel interessant. Want de club heeft zich min of meer... aan hun gecommitteerd. Ja, precies. Zo hebben zich helemaal aan... Nou ja, er is 8 man binnengekomen of 10 man binnengekomen. En de hele jeugdtrainerstaf is natuurlijk vervangen. Ja, kijk, het bestuur is vervangen, de raad van commissarissen is vervangen. Ja. Commercieel zijn er dingen veranderd. De hele, wat Edward net zegt, de jeugd, de staf, alles. De hele club is eigenlijk op de schop gegaan. Maar en was dat nodig? Nou, er moest wel iets gebeuren. Er moest wel echt iets gebeuren. Dus, alleen nu is wel alles gecommitteerd aan één groep, zeg maar. En dat blijft natuurlijk wel gevaarlijk. Want als ze weggaan, of als Wim weggaat... Ja, wat blijft er dan over? Nou, dus, beantwoord die vraag is, wat blijft er dan over? Niet zoveel, maar goed, ik neem aan dat ze daar ook wel mee bezig zijn... om iets achter te laten waarin andere mensen dan die rol over kunnen nemen. En de vraag is natuurlijk ook, wat gebeurt er als er interesse komt voor Wim als trainer? Ja. Ja, gaat die club dan ook al die mensen meenemen? En Wim is als trainer natuurlijk enorm interessant. Ja. Laat goed voetbal zien, weet je, laat jonge jongens... Het lijkt wel een hele goede trainer. Hij heeft ontzettend weer leuke kijk op voetbal. Absoluut, ook als je van die jongens hoort, de training en zo. Weet je, zijn louter positief. Was bij Ajax ook al, waar de spelers die met hem werkten... waren ontzettend tevreden over. Dus wat gaat er gebeuren als de kans voor Wim komt? Neemt hij zijn hele team mee? Wil hij dat? Ook voor Wim wat zelf is club, waarschijnlijk... Welke club zou je denken zou komen voor Wim Jonk? Ja, zou Wim niet gewoon nog een paar jaar hier willen blijven? Lekker dat zou ook zomaar kunnen, ja. Maar goed, daar heeft hij zelf het antwoord op, dat weet ik niet. Nou, we gaan zien, de volgende wedstrijd van Volendam. Jack is tegen Telstar natuurlijk, hè? De Vissers-derby. Tegen Anders Jonker. Volgende week vrijdag. Die doet het leuk, Anders Jonker. Ja. Of het leuke vind ik dat hij was toch een beetje een Van Gaal kloon. En ik vind dat hij zich op een ontzettend leuke manier... Een gouden greep van Telstar, toch? Ja, zijn eigen... stempel drukt op de iemand die toch gewend is met de beste van Europa te werken en nu eigenlijk met weinig middelen. Ja, dat waren jullie ook. Ja, zijn we ook gewend. Ga er maar aan staan met een begroting van onder de miljoen. Ja. Elk jaar weer dan. We gaan voetgolven, Jack. Ja, we gaan voetgolven. En Ed Guit is er natuurlijk niet meer. Maar we hebben een nieuwe man gevonden. En dat is Erik Jan Brinkman. Het gaat erom spannen. Ja, dat gaat goed, hè? Wat in? Erik-Jan. Fijn dat je er bent. Je geeft me een leuk paaseitje. Hier in het gezellige Zandpoort Noord. Ja. Waarom zijn we hier eigenlijk? Nou, dit is een plaats waar ik nog wel eens kom om een biertje te halen. Hoe is het met de vorm? Nou, die laat wel eens de wens over, maar het is natuurlijk altijd leuk om tegen jou te spelen. Succes! Succes! Je hebt wel een mooi pak. Komt-ie! Gaat-ie! Ja, hij heeft alles mee, hè. Nou, daar gaat hij. Hup! Wow! Over de auto? Ja. Oké, nou, kom maar. Lekker balletje, hoor. Buitenkantje rechts. 2 auto's nog. Ja! Even verkeer regelen, wacht even. Bedankt, hè. Waar gaan we hem spelen? Ja, mag jij bepalen.
Je mag een bakje koffie betalen. De verliezer maar een bakje koffie doen. Klasse. Zo, Erik Jan. Oeh, die fietsen. Oei, je kan recht vooruit. Wat een natuurlijk jarenlang trainer geweest bij AZ. Ja. Nu toch met een soort van voetbalpensioen. Maar ik begreep dat je toch nog wat training geeft. Jawel. Aan de vrouwen, hè? Aan de vrouwen, ja. Even verderop. Dat is vrouwen Velze 3. En ik moet zeggen, ze komen met veel plezier op de training. Ja. Maar ik pak ze ook aan. En je bent de winnaar van de allereerste gouden voetbalschoen in 1982. Ja, 81-82. Ja. Dat klopt. Uit handen van Eusebio. Ja, dat vergeet je nooit meer. Nee. Ik bedoel, oud was ik toen? Rond de 30. Nou, ik ben nu bijna 70 en dan praat je over bijna 40 jaar terug. Ja. Wat is dan het moment dat je het meest is bijgebleven van die uitreiking? Dat mijn vader toen ernstig ziek was en gelukkig dat allemaal nog kon meemaken. Mm-hmm. En ja, ik loop er ook niet mee te kopen. Ik heb hem gewonnen. Omdat ik dat jaar best wel een heel goed seizoen had. En we ook met Haarlem heel goed speelden en Europees haalden. Ja. Dus dat is een prijs, die koester ik. Ook vanwege het feit dat ik hem kreeg van Eusebio. Oeh, die ligt er wel dichtbij. Wat is hij mooi. Oh, je gaat hem gewoon zakelijk afmaken. Gefeliciteerd. Dankjewel. Mooi met de mooiste trap van de regio. Dankjewel. Heerlijk bakje koffie. Ben je er overheen? Nou, het staat me niet lekker eigenlijk. Zit je niet lekker, hè? Nee, ga je daar nog even zitten? Als verliezer zijn. Jij gaat het nog even mooier maken. Ik moet mijn bakkie cappuccino hierin drinken. Ga jij maar lekker jongen. Die bal daarin moet. Nou. Kan je daarin? Ik heb wel een klein kontje, ja. Kijk, daar had hij. Daar had hij nou in moeten. He? Blijf oefenen, hè, Erik Jan. Ja. We gaan naar het Nederlands elftal, want dat speelt dit voetbalweekend twee WK-kwalificatieduels. Gibraltar thuis en Letland maar eerst uit. Frits, ga je daarvoor zitten? Letland-Nederland? Nee, je gaat er wel voor zitten, omdat je wil kijken wat doet Van Gaal. Gaat hij inderdaad met een andere keeper spelen? Die jongen van Freiburg. Verwacht je dat? Van Gaal kennende zou hij dat best eens kunnen doen, ja. Maar omdat? Goed. Nou, heb je Bijlo? Bijlo weet hij wat hij aan heeft. Okay. Bijlo staat vast in de belangrijke wedstrijden. Maar het is Krul. De tweede keeper is toch nog steeds een probleem bij het Nederlands elftal. Jij bedoelt dat hij nu kan experimenteren? Ja, kijk eens wat, wat dat op teweeg brengt. Wacht even, het is een WK-kwalificatiewedstrijd, hè? Ja, ja. Mark Vlekken hebben we het over, hè? Ja, maar goed. Maar ik denk dat hij dat tegen Letland niet gaat doen. Dan doe je dat toch tegen Gibraltar? Nou, tegen Gibraltar valt voor de keeper ook. Valt voor de keeper toch niet van zeggen. Dus dan doet hij het ook niet. Kan je zonder keeper spelen? Maar tegen Gibraltar, dan kan ik toch ook nog gaan doen, of niet? Dit Nederlands elftal met deze spelers, dit wordt toch een... Ik zal niet zeggen een walkover, maar 4-5-0 wordt het toch zeker. Kom op. Ja, dat zei net hij ook al. Dus, ja. Ja, als Kees zich morgen meldt, kan hij meedoen. Ja, nice. Letland, dat gaat wel lukken. Ja, ja. Ik denk niet dat hij dat gaat wagen. Nee. Nee, het zou mij verbazen hoor, als je daarmee gaat experimenteren. Voor mij is het met name om hem nu eventjes gewoon voor het eerst ook aan het werk te zien en een beeld van hem te krijgen. Heeft geen nut, want Gibraltar kun je met 11 veldspelers spelen. Dat zou wel een keer leuk zijn, toch? 11 veldspelers. Ja, het is uitgezocht. Een keer in 1890 of zo een keer is dat gebeurd. Ja, is dat echt? Ja. Ja. Ik zag het ergens. Ja, het lijkt me ook niet echt een positie om eventjes te zeggen, nou, probeer even wat. Nee, snap ik ook wel. Ja, maar ik bedoel, je zet niet een nee, het is wel zo. Een ervaring. De jongen speelt Bundesliga. Ja, maar is je hebt niet even. Veel gespeeld, hoor. Nee, hij is geblesseerd geweest. Nee, maar had jij wel eens van hem gehoord? Ja, toevallig wel. Omdat wij met ESPN, wij hadden de Bundesliga natuurlijk jaren gehad. Ja. Maar hij stond me niet op het net. Nee, ik had nooit van hem. Hij kon toch een beetje als een soort joker uit de hooghoed. En het zegt ook wel iets over het keepersprobleem toch wel een beetje wat we hebben. Tenminste, Bijlo lost dat dan nu wel op, hè, want die heeft wel echt heel veel potentie. Maar ja, daarachter kom je dus al bij Vlekken uit. Ja. En verwachten jullie nou al lang ook nog? Nou, dat vind ik wel een lekkere voetballer. Ik denk wel dat hij minuutjes gaat maken, ja. Vind en ik dan, wel een lekkere voetballer. Waar zal hij hem dan neerzetten aan de buitenkant? Ja, dat rechts, denk ik. Ja. Maar dat kan van links ook komen, hè? Ja, maar daar heb je natuurlijk wel al wat opties met Gakpo natuurlijk nog. Maar rechts hebben we een probleem? Nou ja, Berghuis heb je. Maar die speelt nu toch op 10 bij Ajax? Ja, maar die kan toch ook nog rechts op rechts spelen. In het Nederlands elftal kan hij ook op 10 kunnen spelen, maar hij kan ook op rechts spelen.
Maar zal hij niet zelf aangeven van wat wil hij nou? Wil hij nou of ligt het zo niet? Dat hij rechtsbuiten of op 10? Ik denk dat ontzettend blij is dat hij überhaupt gewoon in de basis mag komen. Okay. Niet dat, omdat het geen goede speler is. Nee, maar dat denk ik ook. Die heeft nog geen status om te zeggen van nou, ik wil even... Trouwens, dat heeft volgens mij niemand in Nederland zelf. Maar vinden jullie helemaal niet bij Van Gaal. Virgil van Dijk heeft dat gezag wel. Ja. Maar vinden jullie hem beter dan Klaas op het ogenblik? Ja, nou, anders. Ik vind Klaassen... Klaassen voldoet altijd. Ja. Ja. Zorgt altijd. Ik vind het net als met Donny van de Beek. Vind ik zo tragisch nu bij Manchester United. Donny staat altijd op de goede plek. Davy Klaassen staat altijd op de goede plek. Hoef ik jou niet uit te leggen. Dat is inzicht. Dat heb je of dat heb je niet. Ja. Davy Klaassen heeft dat. Maar dan is het nog gek dat hij hem ernaast laat. Nou ja, het ging goed met Berghuis. Maar Davy Klaassen faalt nooit. Toen hij erin kwam door het Utrecht. 1-0 verloren. Ja. Maar goed, daarvoor ging het met Berghuis uitstekend. Hè? De cijfers waren maar goed. De eerste nederlaag. Ja. Maar jullie zeg ik niet aan Berghuis. Nee, zeker Klaassen. Wat misschien net wel daar gestaan. Maar jullie vinden Klaassen stabieler op die positie dan Berghuis? Nee, ik vind Berghuis verrassend goed op die positie. Ja. Maar Klaassen doet het anders. Maar Klaassen faalt nooit. Ja. Ja, maar je moet toch kiezen op een gegeven moment. Ja. Ja. En op een gegeven moment raakt één geblesseerd, doet de ander het goed. Ja, die haal je er dan niet meer uit. Ja. Nee. Denk ik toch. Zo werkt het toch? Ondanks dat Klaas... Iedere keer scoren. Nou, het was toch verrast die hier dat Klaas op de bank zat. Was het toch verrast. Ja. Klaas dat je zou verwachten dat die hiërarchie hoger staat dan Berghuis. Hij faalt nooit. Maar ja, goed. En Klaas is ook geen jongen die dan stampij gaat maken. Nee. Maar het is ook wel een prettig idee dat je en Berghuis en Klaas hebt. Hoe gezegend ben je als coach. Maar nu heb je Anthony die misschien wel later terug is. Ja. Weet je, na die wedstrijd met Brazilië. Je hebt er meer dan 11 nodig. Hè? Berghuis op rechts en Klaas op rechts. Maar samenvat het Nederlands elftal na dit weekend. Het is ook nog eens Turkije tegen Noorwegen. Die speelt tegen elkaar. Dus dan zijn we dus een beetje... Maar ja, de spits van Noorwegen doet niet mee. Haaland speelt niet. Het zou eigenlijk een gelijkspelletje moeten worden. Zeker. Mitchell ook niet, hè? Nee, maar die speelt sowieso niet bij Noorwegen. Nee, wat ik overigens opvallend vind. Edward, onze gasten hebben ook wat meegenomen weer als herinnering. Frits, ik zie Kees heeft niks bij zich. Kees heeft nog niks. Frits, wat heb je meegenomen? Nou, ik heb twee dingen meegenomen. Ten eerste dit, ik ben al ontzettend oude lul. En misschien kunnen Amsterdammers zich nog van mijn leeftijd herinneren. Vroeger reed lijn 9 van het Centraal Station... via de middenweg naar het Ajax-stadion. En dan stond er voor bij de chauffeur... stond een week lang dit bordje als Ajax thuis speelde. Ja. Ja. En dit bordje is... Dat doet mij, en dan zat je nog met 10, 15.000 mensen in de meer. Hoor, toen ik een jongetje van een jaar of 8, 9 was. Dan glip je naar binnen, zat je op de staantribune. Want betalen deed je niet. Nee, stel je voor. Ik had het geld op niet. Frits, deze heb je dus ook achterover gedrukt. Deze hoek hier aan het ben ik begonnen. Ja, maar ik heb hem wel, ja. Misschien heb ik hem wel uit de tram gejaagd. Ja. 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 Of zei die tramchauffeur... Frits, neem lekker mee, jongen. Omdat jij toch niet betaalt. Je betaalt toch niet, neem dit allemaal mee. Ja. Maar dit is dus echt voor mijn jeugdsentiment. En ik heb nog iets bij me. Hier is een foto. Ik had het genoegen dat ik altijd bij de Cruyff Foundation Cup mee mocht doen. En dit is nog een van de laatste wedstrijden waar Johan meedeed. En vind ik toch wel heel bijzonder. Absoluut. Humberto Tan, Edwin Evers, nou ja, Ali B, Johan Cruijff, Jan Lammers, Jelko Petrovic, Figo Waas, Henk Gemser en Raoul Heertje. Mooi gezelschap. Ja, en het was altijd een feest om met Johan... en dan stond hij in de middencirkel en elke bal kwam nog aan. Ja. En hij zei een beetje waar je moest lopen. Wij waren wel zo verstandig dat we deden wat hij ons vroeg. Ja, Kees, en wat heb jij eigenlijk... Nou, je vroeg natuurlijk een wat mee... en dan denk je als gauw aan een shirtje debuut of zo. Maar ik hoorde dat ik met Frits zat. En het WK 98, dat mijn generatie... Ik was 13 toen. Ja. Die kent dat natuurlijk van de Villa BVD hè, in Zuid-Frankrijk. Ja. Dat programma was legendarisch met Jan Mulder. Ja. En Henk van Dorp. En Henk van Dorp, uiteraard. Ja, voor mij is dat echt jeugdsentiment. En ik was op dat toernooi. Hey. Ik ben bij Nederland-Argentinië geweest. Met de befaamde goal van Berghuis. Ja, de 2-1. Voorzet Frank de Boer. Dat is denk ik de mooiste wedstrijd waar ik ben geweest. Uiteindelijk gewoon de hele ontknoping. En ik was ook bij de halve finale. Nederland-Brazilië. Dat ging helaas niet. En dit shirt heb ik... Dit is een echt shirt wat Frank de Boer gedragen heeft op dat WK. Oh, wat geweldig. Kijk, F de Boer, 4. En daar staat het, hier. FIFA World Cup
Frans 98. Oh, en hoe kom je daaraan? Hoe kom ik daaraan? Ja, dat is nou de vraag. Hè? Nou, mijn moeder heeft jarenlang is die werkster geweest bij Frank thuis in Monnikendam. Ah. En zodoende kwamen wij daar ook terecht. Dus die heeft deze ook aan vrouw voor meegelopen. Dat zegt wel wat over Frank de Boer. Nou ja, Frank, ja, dat hij dat dan geeft aan je moeder. Ja. Ik denk dat dit na de wedstrijd tegen Mexico was, toen ze 2-2 speelden, denk ik. Dus dat was niet. Maar toen ben ik ook bij Villa BVD geweest. Oh, wat leuk. Ik weet niet meer. Ja, trokken jullie rond of was het in één plekje? Nee, we zaten op één plek. Ja, op dat pleintje met de strand. Mensen, ja. Strandje ja, beneden. Ja, strandje aan de achterkant. En toen ben ik daar ook een keer een opname ben ik geweest. Toen was ik 13. En, dus ik denk, ja, met je ouders. Met mijn ouders, ja. Met mijn zussen. God, wat dus leuk. We waren er allemaal. Wat sprak jij zo aan dat programma toen? Want dat was natuurlijk wel de hoogtijdagen, denk ik. Ja, ik was natuurlijk 13, hè, dus het was natuurlijk niet zo dat ik... Maar het was gewoon het hele sfeertje, weet je. Ook die leader, dat ze dan dat ontbijt gaan halen, weet je. Die stokbrood in dat autootje. Ja. En Jan Mulder, die natuurlijk uitgesproken. En het was helemaal nog niet zo erg dat ik toen al... naar de analyses of zo zat te luisteren of zo. Maar ik vond het wel gewoon interessant. En dat behaalde... We werden bijna wereldkampioen. Ja, ja. Ook dat die spelers daar aanschoven. Guus Hiddink, Koeman. Ja, weet je, want die zaten daar op die bergen verderop. Ja, dat was gewoon een gast, jeugdsentiment. Maar de spelers kwamen ook, ja. Mooi. Ja, supermooi. Ja. Mooi, hè? Absoluut. Ja, absoluut. En dan ook kabel-tv. Ja? Nou, je had toch de kabel in 96 met... Oh, ja. En toen zijn wij met kabel-tv begonnen. En dat was afhankelijk was Seedorf er nog even boos over. Later zag je ook wel de humor ervan in. Ja. Goedenavond, dit is Kabel TV. Ja. En dat was Agda en de Munnik, hè? Ja, Agda de Munnik. Maar er zijn heel veel van Dick had, Agda de Munnik. Maar die hadden toen een grote hit. Klopt. Eerste hit. Ja, leuk. Het is hoogste tijd voor ons eigen elftal FC. De aftrap. Kees staat inmiddels bij het veld en Nettie uiteraard ook. Nou, laten we eerst de elftal nog maar eventjes de revue laten passeren. Het zijn spelers van Ajax, AZ, Volendam en Telstar. Lauwers is sinds vorige week de nieuwe doelman van FC Volendam. Daar komen we zo nog even over te spreken, denk ik, Kees. Ja. Die lost J. Gortraf. Dan achterin Casius van Volendam, Timber van Ajax, Mirani van Volendam en op linksback Wijndal van AZ. Dan een middenveld met Mitchell, nu geblesseerd van AZ. Berghuis is erbij gekomen, vorige week erop gezet door Joey Veerman. Deli Blind staat daar en dan voorin... Anthony op rechts, Robert Muren in de punt en Tadic aan de linkerkant. Trainer is Anders Jonker en de scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Ja, ik weet niet of het door deze uitverkiezing komt, maar Lauwers was niet in goede doen hè, bij Volendam. Ik begrijp wel dat Jan hem er opzette, Jan Smit, want hij deed het hartstikke goed. Lauwers eigenlijk een beetje zomaar in het doel gekomen, want Stankovic geblesseerd, geen andere keeper. Maar tegen Almere deed hij het toch niet echt goed. Maar ik geef hem in ieder geval nog het vertrouwen. Jij wisselt hem niet naar één mindere wedstrijd. Nee, ik vind het heel moeilijk, want ik vind het een mooi elftal. Ik vind eigenlijk dat Mazraoui er ook wel in moet. Maar ja, Casius, die heeft zo'n, die doet het zo geweldig, dus die laten we staan. En ik vind toch dat Deli Blind eruit moet. Oei, die was zondag al niet blij dat hij je wissel was. Nee, haal je hem er ook uit? Deli Blind staat niet linker middenvelder. Nee. En dat is natuurlijk, dit is je beste positie, linker centraal. Hij staat nu linksback. Daar verschillende meningen over. Jij zegt hem toch liever centraal achterin? Ja, vind ik wel. Want Arnold Muren zei middenveld. Het knappe van Deli Blind is dat hij overal een 7 haalt. Ja, oké. Okay, maar... En achterin haalt hij wel eens een 9, maar op het middenveld haalt hij ook wel eens een 8. Maar hier speelt hij wel het minst, toch? Hij staat of achterin. Dan nog ik bedoel dat het niveau wat gigantisch hoog is. Nee, ik bedoel dat hij daar het minst vaak speelt op die positie. Ik begrijp wat je bedoelt. Dus hij staat nu linksback. Nou, Wijndal voor de assist en de goal. Dus die haal je er ook niet uit. Dus ja, dan ga ik toch uiteindelijk, ondanks dat hij niet goed speelde... Jij moet hem maar even net, die Gravenberg. Gravenberg komt weer terug, jongens. Ja, hij speelde niet goed tegen Utrecht, zeker niet. Maar ik vond hem de eerste helft tegen Besiktas. Ja. Toen liet hij wel eventjes zien wat voor kwaliteiten deze heeft. En ik neem aan, Ryan, dat je even wat beter je best doet dan tegen Utrecht. Ja, maar hij was weer een beetje gemakzuchtig. Hij raakte zijn plekje kwijt, omdat het even wat minder ging. Hij was een beetje gemakzuchtig, maar... Okay. Ik denk uiteindelijk dat dit wel de beste linker middenvelder van de Noord-Holland. Een gigant. Ja. Goed, in Kees, de voorhoede, die staat wel goed, denk ik. Daar, goed, Kees. Dus hij kent dicht. Dank je wel, Frits. Blijf staan. Frits, ja. Blijf lekker zitten. De keeper, Kees zei het net al... En ik ga hem eruit halen, nee toch? Ik ga hem eruit halen, echt één mindere wedstrijd. Ja, ik ga hem eruit halen. Frits is keihard. En dat vind ik ook, omdat ik vind het zo... Ik heb Ronald Koeman junior zien bijdragen aan de comeback van Depay van Memphis na zijn blessure. Een jaar geleden was hij keeper in het Olympisch Stadion om Memphis te helpen terug te keren. Okay. Ik vind het ontzettend leuk dat hij nu keeper bij Telstar is.
En het is misschien niet de beste keeper van Nederland, maar het is wel de keeper met de beste trap van Nederland. Zeker. Dus dat zei Louis van Gaal ook. Ja, die gaan we maken, want die hebben we nog niet daar op die positie gehad. Oh, die heb je nog niet. Die gaan we volgende week erop plakken. Nou, dit is werkelijk een schande. Ja. Maar goed, Ronald Koeman is mijn keeper. Ja. Kees, ga lekker zitten. Ja. Goed, mocht je op- of aanmerkingen hebben over wat Frits en Kees er vandaag van gemaakt hebben, dan kun je uiteraard mail op onderstaand adres. Je kan ook Twitter de hashtag aftrappen gebruiken als je het er niet mee eens bent, maar ook als je het er wel mee eens bent. Goed, wij zijn aan het eind gekomen van ons programma, maar niet voordat ik natuurlijk onze gast heb bedankt. Frits, jij hartstikke bedankt dat je de tijd wilde nemen om hier naar ons toe te komen. En je bent nog jong, dus zo is het. Er gaat nog een hoop gebeuren voor je. En ik zit naast een van de beste analisten van Nederland. Nou, die wou ik nou ook even bedanken. Nou, die zak steken. Hij doet alles even voor mijn voeten wegmaaien, zeg maar. Kees, bedankt en succes bij ESPN. En het gaat goed met je, dus... Het gaat lekker, Jack. Ja, mooi. Ja. Dank je wel. Graag gedaan. Jack, wie zit er de volgende week? Volgende week hebben we Marleen Molenaar. En die zal natuurlijk het vrouwenvoetbal gaat ze behandelen, met name. En Pieter de Waard, de voorzitter van Telstar. En Volendam speelt natuurlijk volgende week vrijdag tegen Telstar. Dus... kan niet mooier eigenlijk. Kijken weer, zou ik zeggen. Goed, voor nu een heel plezierig weekend. Het voetbalweekend is begonnen. Fijne avond.